Nikke, ja, het was een moeilijke wedstrijd vandaag. Zeker, we zijn zeer moeilijk gestart even. Maar na een verloop van tijd hebben we ons terug herpakt. En dan zijn we er toch met z'n allen goed ingevlogen en een goede duels terug aangegaan. En geen fouten niet meer, allee, of zo weinig mogelijk fouten in verdediging gemaakt. Catalonia, ja, toch wel een stevige ploeg, hè? Ja, zeker. Dat wisten we op voorhand al, dat we ze zeker niet mochten onderschatten. Want dat ze toch zeker wel met z'n allen stevig zijn. Vooral ook de dames die toch wel heel stevig kunnen spelen. Maar ik denk dat we dat goed hebben aangepakt vandaag en daardoor zijn we gewonnen. Tot slot, en dan ga ik je laten gaan, laten douchen. We hebben met één oog natuurlijk naar Nederland gekeken, want zij gingen vandaag een aanval doen op jullie record. Ze zijn er uiteindelijk niet in geslaagd, 60 hebben ze er binnen gegooid. Dat doet toch wel deugd, denk ik dan. Zeker en vast, zo'n record te hebben is toch altijd wel heel plezant. En dat we dat dan met deze goede team toch mogen hebben, is toch wel extra. En dan nog in eigen land, dat is toch zeker een pluspunt. Ja, maar dat zit echt wel goed, hè, bij de Diamonds. Ja, toch zeker. We hebben er hard voor getraind en we staan er met z'n allen hier voor dat record hier te kunnen hebben neergezet. Hè. En nu die ene plaats nog, hè, die gouden plakken in België houden. Dat zou heel mooi meegenomen zijn als deze in eigen land zou mogen... Allee, dat we die mogen krijgen, maar dat is zeker wel te doen.